Nou, wat vind je ervan? Ik vind het, dat je het mooi hebt gemaakt, dit allemaal. Ik denk dat ik er vandoor ga met winst uit je huis, natuurlijk. Wat bedoel je? Heb je spullen gepakt of zo? Ik weet niet waar je het over hebt, Jan, streep ik. Ik denk dat ik even mijn chest moet controleren. Dat denk ik ook. Nee. For you. Yo, kijkers van Slain PvP. Vandaag een nieuw video op Mindtopia. Ik ben back onder Mindtopia grind. De vorige video heeft natuurlijk goed gepakt. Ik had altijd al vertrouwen in mijn Mindtopia publiek dat jullie terugkwamen naar mijn kanaal. Dankjewel. Ook iets van 100 abonnees erbij gekregen door die ene video. Bedankt mensen, dikke lof. Voordat natuurlijk deze video begint, vergeet niet een like achter te laten. Abonneer. Join ook mijn Discord, link in de beschrijving. Want wat we vandaag gaan doen is eigenlijk zeggen tegen een YouTuber op Mindtopia van... Ja, ik wil kijken in YouTubers huizen wat ze allemaal hebben qua waarde. Maar ondertussen ga ik eigenlijk gewoon spulletjes pakken. Dus ik vraag dadelijk of hij me gewoon even op een plot wil adden, weet je wel. Dan gaan we ondertussen gewoon even lekker in zijn kistjes graaien. Dat gaan we dus vandaag doen bij JVV, oftewel Jan-Nick. Dat vind ik altijd heel leuk om zo te zeggen namelijk. Dan gaan we nu even unmute. Hey. Hey. Yo. Hey, maar, hoe gaan we starten? Je moet even kijken voor wat ik wil doen, zeg maar, qua de opname. Wat ik al zei, is gewoon, zeg maar, plotten dat ik gewoon door je huis heen kan kijken, zeg maar, wat je allemaal moet ik dat nu dan doen of in de video? Wat is het leukste? Ik kan het nu alvast doen. Dashboard. Member Mr. in PvP. Slain PvP, papapau. Hey. Ja, wat dus gewoon de bedoeling is dat we gewoon dadelijk even een introotje gaan knallen weer en dan... Ja, dat ik gewoon door je huis heen kijk wat je allemaal hebt voor waarde. En dan gaan we kijken wie de rijkste YouTuber is uiteindelijk, weet je wel. Want ik denk, Kevin die heeft 100% niks, maar alsnog... Heeft hij überhaupt een huis? Weet jij dat, maar of Kevin een huis heeft? Ik weet dat hij vroeger hier wel een huis had, toen ik loco was, maar... Volgens mij heeft hij echt niks meer. Dat wordt een leuke opname bij hem, kappa. Kijken. Een standbeeld, oké, nice. Kan ik naast je staan of hoe ga je het doen? Ik kan gewoon naast je staan, dat scheelt aan mijn hand. Dat vind ik altijd naar, hè? Intro's maken. Vind je dat ook altijd naar? Moet je hebben... Ja, je bent al geëdit op plot, trouwens. Ja, even kijken. Plot heeft hij stiekem gevraagd? Oh, briefbus. Oh, boekjes. Ja, dat boekje van dat ze hier ooit hebben binnengetreden, is eruit, hoor. Want dat had jij ook, hè? Just-diefstal. Oké. Okay. Ja, dat is iets nieuws, denk ik. Dat is gewoon reclame. Ja, diefstal, we weten genoeg. Ja, maar we zien hier natuurlijk al meteen... Even kijken, wat is het? Pacific, toch? Ja, Pacific Blue! Ja, inderdaad. Wel een leuke kleding. Lily. Ik weet niet. Aan de ene kant, Lily is speciaal, maar ik vind het wel lelijk. Een beetje een dinosaurus. Ja, hierbuiten heb ik ook nog chesten. Waarom heb je buiten kisten staan? Dit huis, toen ik het had laten bouwen, hadden ze geen één chest geplaatst. Dus zei ik tegen Huldewaus, kom plaats chest. Dat is wel grappig inderdaad, ja. Ja, hier zitten gewoon een paar spullen in. Ja, een dus David Games rugzak. Wow, ja, die kan ze toch niet meer gebruiken. Ja. Maar gewoon wat biertjes. Eigenlijk, ik heb niet zo heel veel spullen. Ik heb eigenlijk meer mijn geld steken in gebouwen. Ja, in gebouwen. En op je bankrekening, hè. Want natuurlijk staat deze man bekend als de grootste gier van heel Mytopia. Dat klopt, hé. Ja. Ja, dat hier gewoon ook nog wat chesten spullen, maar de mooie dingen liggen niet hier. Hierboven, we zullen het mooiste... hier heb ik ook wat chesten. Hier zit toevallig geld in. Voor de rest zit er eigenlijk nergens in. Waarom heb je geld in kisten? Omdat ik stiekem een duplicator ben. Ja, maar dat mag exposed. Je niet zeggen. Nee, ja, nee, dat is klaar. De expose video komt eraan nu. Oei. Nee, en hier nog een vending crate, dat had ik gekocht van iemand, maar ik denk dat het gewoon een gewone crate is. Weet jij toevallig wat dat is? Volgens mij is dit zeg maar een soort van nieuwe legendary ding of zo. Ik weet niet meer wat. Oh, wat? Echt? Ja, ik weet niet meer. Nice. Ja, en hier kunnen we naar beneden. En hier, hier hangt een beetje kleding op. En toen ik stof werd, toen heb ik tijdelijk wat chesten geplaatst. Tijdelijke chesten, maar die staan ondertussen al een paar jaar hier, denk ik. Handig. Ja, er zitten gewoon wat spullen in. Allemaal random kleding eigenlijk, die ik... niet kon ophangen. Voor de rest. Heb je ook het probleem dat je of te lui bent om het op te hangen of... Nee, ik ben niet zoals jou. Nee. Jammer dat je dit zegt. Gewoon omdat het is juist niet volledig en zo, dus dan hang ik het niet op. Of ik heb het dubbel, dat kan ook gebeuren. Ken ook heel. Oeh. Ik heb zelfs een Kroans hat, denk ik. Een progressief Minitopia hat? Ja, Kroans voor president, ik spot hem.
Mooi. Ja, hier voor de rest hangen er wat setjes. Dat is niks tegenover jouw collectie natuurlijk, maar... Ja, ik heb natuurlijk wel meer, ja, je hebt natuurlijk wel meer. Ja, en hier de plek waar niemand damage krijgt, want er ligt water. Behalve als je dom bent en op die witte streep landt. Ja, goed zo. Soms inderdaad. Ja, soms, ja. Nou, wat vind je ervan? Ik vind het, dat je het mooi hebt gemaakt, dit allemaal. Je hebt het zelf gebouwd, of wat? Nou, dit is een beetje... De bouwer. Mm. Ah ja, trouwens, hier zitten ook nog wel mooie spelletjes in. Nee, je hebt iron hier liggen, ja. Ja, iron, kijk maar. Ja, daar ligt ook nog een wapen. Crimineel waar je er rondloopt? Nee, dat heb ik daar net daar teruggelegd voor de opname gewoon. Oh, ja, want ja. Die had ik speciaal voor een video gebruikt met jou, daar straks. Oh. Ja. Ja, inderdaad. Nou, hoe moet je nou zeggen? Ja, leuke spullen heb je allemaal. Was leuk om doorheen te kijken natuurlijk. Jan-Nick. Ja, dat ben ik. Ik denk dat ik er vandoor ga met winst uit je huis natuurlijk. Wat bedoel je? Heb je spullen gepakt of zo? Ik weet niet waar je het over hebt, Jan-Nick. Ik denk dat ik even mijn chesten moet controleren. Dat denk ik ook. Nee, heb je dat geld gepakt? Alles goed. Oh, wow. Je had ook een epic token. Oh ja, en ook een legendary token. Ja. Oh, die heb je ook gepakt. Je had ook, even kijken, brandweer. Go, Dino, ik heb ook al je eigen. Oh ja, ja. Ik had er eigenlijk meer beter over moeten nadenken, maar ja. Mensen, Stafliet besteelt me. Je gaat toch niet echt weglopen? De stress aan mijn vingers niet te komen. Oh, als je nu damage krijgt. Krijg je geen val? Ik krijg geen val. Spring jij eens? Oh, ik krijg ook geen val damage. Easy scam! Hey! Oeh, ja, nice. Hey, maar wat heb je allemaal gestolen? Heb je die 3 stukjes iron gepakt of 2? Al je iron? Oh, wacht eens. Je hebt ook die helm, die iron helm. 2 iron helmen, een iron boots. Weet je hoe ik aan die iron helm kom? Nou. Die had ik ooit deed ik mee met een opname, dat we levelcheck gingen doen en ik werd het hoogste level toen die nieuwe levelcheck uitkwam. Dus toen heb ik dat van David gekregen. Het eerste setje van David setje, dat is die helm. Kijk maar, hashtag 1. Oeh, mooie historie. Dat is wel speciaal, ja. Ik vertrouw je wel, hè. Je staat nog op mijn plot, dus ik kan nog steeds terugleggen. Misschien krijg je het ooit terug. Hoeveel geld heb ik überhaupt? Ik heb 1, 2, 3, 4 stacks. Ja, ik weet niet eens hoeveel stacks er lagen, dus... 8 volgens mij, dus ik heb de helft. Ah, je hebt, oh, je hebt maar 50-50. Oh, dat is dan vriendelijk. Bedankt voor je spullen, bedankt dat ik mocht kijken. Geen probleem hoor. Bedankt voor de opnames natuurlijk, was gezellig. Ja, zeker. Spreek jou de volgende keer, hè? Een stukje armer geworden. Later! Jojo. Microphone muted, sound muted. Dus mensen. Zoals jullie zien, ik heb gewoon ongezien heb ik dit allemaal uit zijn huis kunnen pakken. Ik denk even kijken, 32.000 volgens mij per stack is dit. Nou, dan gaan we even uitrekenen hoeveel waarde we hebben hoor, mensen. Gaan we even kijken, gaan we even loeren hoeveel waarde we hebben. Mensen, we hebben even rondgesnoept in iemands huis. En we hebben 270.000 aan waarde genakt. Nou, dat was een goede winst natuurlijk. Dus mensen, vonden jullie het leuk? Laat dan een like achter. Abonneer op mijn kanaal. Vergeet niet de Discord te joinen. Link in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later mensen.